3, 2, 1, ja! Hallo, daar zijn we weer met de Bossenmarkt, hier op de Bossenmarkt. Op een puntje hier op de Bossenmarkt bij... Ik ben zijn naam even kwijt. Hoe heet het toen ook alweer? Dat weet ik wel. De Paternoster. Daar zitten we lekker aan de koffie. We hebben gesproken over het levenslied. Dat natuurlijk, even uit mijn hoofd, 18, 19 en 20 juli weer gaat plaatsvinden. Vrijdag, zaterdag en zondag. Daar gaan we in deze uitzending nog ietsjes meer over horen. We gaan even nog even praten met Ivo, die aan de achtergrond daar een klein beetje aan werkt. En volgende week zien we hem in bed met, met Remco. Deze week? Ja, deze week. Oké, deze week. Het is Sint-Jansdag vandaag. Met Sint-Jan was het voor vrouwen mogelijk een vrijer te vinden. In de 17e eeuw was het gebruikelijk bloemen aan de huizen te hangen of boven de straat en 's avonds feesten vieren met elkaar. Jongens en meisjes trokken gearmd door het dorp of de buurt. Of Nol de Sint-Jansdag in zijn zomerse bol heeft, dat zullen we vandaag beleven. Hij is in ieder geval weer vrolijk en vrij tegen verschillende bezoekers. Maar of nou een lolly liktest te doen bij een oudere dame of een Zeeuwse man het predicaat Zeeuwse bonus te geven zo slim is? Verder een gesprek met een biologieleraar die in zijn studietijd nieuwe haring schoonmaakte en twee oudere mannen die meer te vertellen hebben dan het gemiddelde stadskrantje. Kortom, roddel, achterklap, lachen en emotie op de Bossenmarkt. Rick van der Mortel, burgemeester van Vught en de nieuwe voorzitter, de dasdragers Kikvorsen. Ja, dat klopt. Sinds de laatste vergadering hebben ze mij gevraagd om voorzitter te worden. En het is natuurlijk een zware last, dat zul je begrijpen. Waarom zouden ze het nou gedaan hebben? Ik heb geen idee. Ik denk dat niemand anders het wilde. Zou het zo zijn? Dat denk ik. Nee, maar het is een fantastische club. Ik loop al als mijn derde, vierde jaar loop ik al mee met de Kikvorsen. Wij woonden vroeger naast het repetitielokaal. Dus ik ging met de oude moeder Truus van het Bosmans ging ik aan de hand naar boven toe. Ik heb de Kikvorsen al 45 jaar meegemaakt. Dus geweldig om te doen. Zit er lekker in. Ja. Hey, en je loopt nu voor het Rode Kruis? Ja. Voorop? Per jaar gaan de Kikvorsen collecteren. Ik weet nog dat ik als klein manneke meeliep, ook in een witte doktersjas. En die hadden als collectebus een oude Po.
zo'n stalen po met zo'n ding. Zo'n pispot, ja. Dus ik dus met twee handen tillen, want anders ging het niet. Maar ik liep als enige kleine liep ik mee. Dus iedereen die gaf mij geld. Dus ik moest, op een gegeven moment liep ik zo met die pisbak. Met al dat geld. Maar als kind af aan liep ik al mee voor het Rode Kruis. En nou weer, kijk, je ziet het, hè? Rode Kruis. Het is wel een bijzonder iets, Roderick, dat je kiest voor een belangrijke functie, toch, binnen de Kikvorsen. Maar je hebt het qua bestuurlijkheid in Vught heb je natuurlijk ook hartstikke druk. Hoe combineer je dat allemaal? Oftewel, hoe maak je het thuis goed? Ik zie jullie blog. Ja, dat komt omdat ik bang ben dat mijn vrouw dit ook ziet. Nou, zeker. Dat weet ik. Maar nee, volgens mij moeten wij bij de dasdragers minder ouwe hoeren en meer doen. Dat scheelt ook tijd. Nou, je tijd over voor de leuke dingen. Nee, voor de pilsjes te drinken. En voor te collecteren. Ja. En voor te collecteren, ja. Altijd het goede en het aangename samen combineren. Maar dat is hetzelfde. Het goede en het aangename, dat is hetzelfde. Ja, dat is ook zo. Ik hoor gezegd. Dat is ook zo. Daarom zeg ik het ook zo. Kijk eens, Roderick, dankjewel. Ik hoop dat er vandaag weer flink in het potje gegooid. Dat het als vanouds flink sjouwen gaat worden voor jou. Dat is ook. En het is voor het goede doel. En daar doen we het voor. Bedankt. Houden we. Ivo van Hamelen op de achtergrond de muziek van de Kikvorsen. Ze zijn het collecteren voor het Rode Kruis, een goed doel. Wat jij doet is ook een goed doel, want je hebt te maken met het levenslied, Zet nog een bos. Je zit een beetje in wat organisaties, waaronder afgelopen jaar heb je in Oeteldonk gezien. Ja, klopt. Voor Oeteldonk heb ik wat dingen gedaan bij de persontvangst. Nog lekker met elkaar gestreden om het beste plekje. Hè? Ja, bedankt hè. Ja, graag gedaan. En het levenslied ben ik uitvoerend producent voor de Stichting Markt Evenementenpromotie. We zitten echt in de eindfase nu. Line-up is helemaal bekend. We eindigen met Henk Banaar op zondag. Ook typisch talent. Daar hebben jullie vorig jaar een hele mooie reportage over gemaakt. En ik ga het nu bij jullie verklappen dat Frans Duits op zaterdag gaat eindigen. Wauw. En ik neem een stapje terug. Op vrijdag hebben we de zomereditie van Pretty in Pink. Wat je normaal met de kermis doet. Ja. Beetje een drag queen-achtige show. Ja, drag queens. Samantha Steenwijk komt optreden. En Super G Divas. Dat zijn van die meiden die ook in musicals spelen. Lekkere glitterjurken. Dance classics. John de Bever treedt op. Ron Wesseling. Jeroen van der Heijden. Twee terrassen bij de Paternoster en bij de Druif. En dat willen we in de komende jaren uitbouwen naar eigenlijk 3 dagen feest op de markt. Ja, 3 dagen groots. 3 dagen groots. Nu hebben we nog op 2 dagen een groot podium. We zouden het eigenlijk het liefst 3 dagen willen. En de grootste dragshow van Nederland brengen. Het is over een paar jaar 20-jarig bestaan van het levenslied hier in Den Bosch. 2 jaar eigenlijk nog. Dus ja, dan willen we echt knallen. Echt, ja, oké, hartstikke mooi. Zeg, ik heb een beetje wat in de wandelgangen gehoord. Ja, je zegt Henk Banaar komt. Het is natuurlijk een reizende ster binnen onze stadsgrenzen. En misschien daarbuiten ook wel. Maar er gaat iets groots gebeuren, hè? Wordt gewoon een heel concert gaat hij doen hier. Ja, hij heeft dit jaar voor het eerst echt een live concert gegeven met een orkest van 8 muzikanten. 2 backing vocals. En wij vonden eigenlijk, Henk staat al een paar jaar bij ons. En dat doen we niet zo vaak. Dus we moesten nu echt wat speciaals. Dat hebben we tegen Henk gezegd. Henk, wij willen jou live met orkest. 8-man orkest, backings erbij. Catwalk van 10, 15 meter. Hij kan echt midden tussen zijn publiek hier landelijk staan. Hij moet gewoon gaan knallen. Hij brengt nummers van zijn nieuwe cd die vanavond gepresenteerd wordt in de Ster in Nieuwkuip. Dus ja, hij gaat echt helemaal los. Er wordt een ouverture gemaakt. Hij komt flitsend op. Wordt fantastisch. En die band die Henk Banaar begeleidt speelt daarna nog een uur door op de markt. Oké, dus nou, groots. Zondags, dat is op die zondag. Hè? De hoeveelste? De 20ste, 20 juli. Ja, 18, 19, 20 juli. Festival van het Levenslied. Zullen we het zo houden? Want ik wil niet meer verklappen. Want je bent volgende week te gast bij Remco. In bed met. Ik moet met hem in bed. Ja, dat wordt wat. Ja. En jullie gaan het uitgebreid hebben natuurlijk over de evenementen. Maar ook de kermis waar we allemaal voor komen te staan in deze korte periode. Ja, kermis, Levenslied. Misschien komt er nog wel een ander project langs zeilen. We zijn aan het praten. Maar ook een aantal dingen waar we met jullie goed samenwerken. En wat we hopen uit te bouwen de komende tijd. Nou, dankjewel Ivo. Succes ermee. Graag gedaan, dankjewel. Vandaag ook een proeverij van de nieuwe haring op de Bossenmarkt. Vorige week hebben we al haring zien proeven bij Remco. We hebben hem ook... zit me niet in de reden te vallen. De cameramensen wat... Gepkens. Ja, dat weet ik, maar ik was zover nog niet. Vorige week heeft hij een haring gegeten bij Gepkens. Het was hilarisch, het ging niet helemaal goed. Maar hier hebben we Gepkens, Bramhuis, Huiskens en de gebroeders Krol... die aan deze haringproeverij meedoen.
En als je dus op de markt loopt, er is altijd wel wat te beleven op die bossenmarkt. Dat is belangrijk. Nee, ik lust dat niet. Gewoon even doen. Nee, ik lust dat niet. Het is het enige wat ik niet lust. Wat zegt u? Nee, ik lust geen haring. Ik lust het niet. Dat is jammer. Ze zijn echt super lekker dit jaar. Nou, we gaan eens even kijken. Het is zeldzaam dat ik die meneer zie werken. Vandaag voor het eerst eigenlijk. Normaal zit hij altijd op een stoel. We gaan eens even naartoe. Zeg, hebben jullie... Nou, ik heb het dan echt niet over jou, hè. Maar eventjes over jou en over muurman. Zeg, jullie moeder die staat hier naast de proeven. Ze zegt, hij is lekker. Maar het is normaal. Jouw werk niet dit. Wat doe je normaal? Ik ben biologieleraar. Nee, echt waar? Ja, serieus. Oh. Nou, je weet in ieder geval wel hoe ze zijn gegroeid dan. Ja, de bloemetjes en de bijtjes, daar weet ik alles vanaf. Vertel eens, eventjes voor de kijkers die niet precies weten waar het allemaal om draait in de wereld. Waar het allemaal om draait in de wereld. Ja, nou, ik zal je vertellen. Het is vandaag Sint-Jansdag. Ja. Kikvorsen lopen op de markt te collecteren voor het Rode Kruis. Ja. Dus ja, ik bedoel, er wordt wel met het hart gewerkt vandaag. En het hart is toch wel een van de belangrijkste... Dat is een van de belangrijkste organen wel, inderdaad. En dan vroeger dachten veel mensen dat het gevoel erin zat natuurlijk. Hè. Dat was niet. Pijn aan het hart, of het met hartzeer, je hart gebroken. En, nou, ja. Op welke school ben jij leraar? Op het Prinsentuin College in Andel. Oh, dat is niet in de buurt? Nee, een klein beetje in de buurt. Land van Heusden en Altena. Ja, wel een beetje... Een kwartiertje rijden vanaf. Beetje bij de boeren. Ja, een beetje bij de boeren. Ontwikkelingshulp. Die weten het toch. Een beetje uit de bos en dan komen daar les. Je gaat het daar gewoon vertellen hoe het moet. Ja, dan ga ik het daar gewoon vertellen. Want die weten alleen maar natuurlijk hoe er zit met koeien en de varkens en zo. Maar dat is waar. Ja, dat eigenlijk gewoon kan doortrekken. Ga niet mijn tekst wegkapen. Hey, maar haring. Hoe kom je nou hier te staan om haring zou ik zeggen, schoon te maken? En, ja, in mijn studententijd heb ik dat gedaan als bijbaantje. En Harry die doet één keer in het jaar, hebben ze hier een promotie en dan vragen ze mij erbij. En omdat ik normaal geen haring schoonmaak, ben ik in deze tijd ook niet druk met haring schoonmaken. Want al die haring schoonmakers die zijn nou hartstikke druk omdat overal nieuwe haringtijd is. Ja, ze hebben er zelf geen tijd voor. Ze hebben er zelf maar geen tijd. Hebben jullie wel een soort van kleine opleiding in gehad hoe dat moet? Want ik zou het niet weten hoe ik het moest doen. Ik heb bij altijd haring schoongemaakt. In mijn studententijd heb ik daar 7 jaar op de medewerking gestaan. Dus, kijk, daar komt hij. Ja. Zeg, als allerlaatste, hè? Waarom heb ik nou vroeger op school, tijdens mijn biologieles, altijd uilenballen moeten ontleden? Ja, omdat dat machtig interessant is. Dan kun je natuurlijk zien welke organen of welke botjes dat er allemaal... En dat je die dus ook niet helemaal verteert. Maar dat die gewoon zo'n muis opeet en dat die gewoon die botjes in zijn maag eigenlijk verzamelt. Daar een balletje omheen draait van haren. Want anders doet het natuurlijk zeer als je dat uit spuren. Ik zie een leraar naar boven komen. Ja, en dan... Nou, dat is natuurlijk... Een leraar die rukt naar haring. Ja, kunt maar over biologie hebben hoor. We gaan verder. We gaan even naar Harry toe. Harry. Hi. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed vandaag. Hè? Bedankt. Harry, hoe gaat het? Het gaat goed. Het is wel wennen, 1 keer per jaar. Haringen schoonmaken, maar op zich wel leuk om te doen. Het moet niet vaker dan 1 keer per jaar. Het glippert zo. Ja, wil je het even proberen? Nee, echt niet. Nee, ook niet. Echt. Nee, ik heb er echt veel voor over om jou dit te zien doen en te zien te eten. Dat weet ik, maar ik zal je eerlijk vertellen, ik heb het al vaker gezegd, er zijn dingen die ik niet wegkrijg en een haring, ik krijg hem niet weg. Ja, welk land kom jij vandaan? Ik kom gewoon uit Nederland, maar dat wil niet zeggen dat je dan verplicht van haring... Nee, niet verplicht, maar iedere Nederlander eet toch vis? Ja, vis, dat vind ik het lekkerste wat er is, maar haring vind ik gewoon niet lekker. Haring en tomatensaus trouwens wel. Dat is ook weer, dat moet ik aan de biologieleraar vragen hoe dat dan kan, maar haring en tomatensaus lus ik wel. Maar ik krijg het niet weg. Dat komt door de tomatensaus die erin getrokken is. Die neemt de smaak van de tomaat. Die kaart zeg maar, in. Maar even over de mart. Hè? Want de mart is natuurlijk wel altijd bezig om leuke dingen voor hun klanten, hun gasten te doen. Hè? Ja. Ook zo'n kraampje neerzetten, even langslopen en ook de mensen het gevoel geven dat ze bijzonder zijn. Ja, dat klopt. We hebben een paar keer per jaar doen we verschillende dingen. We hebben een aspergeproeverij gehad. Nu hebben we haringproeven voor de mensen. En ik geloof 4 juli. Kunnen de mensen smoothies komen proeven. Dus, En komt er dan ook een aparte kraam van smoothies? Ja, er komt een hele aparte kraam en wordt helemaal verzorgd. 4 juli? 4 juli. Dat is op een zaterdag. Oké, nou ja, dan ben ik er wel, want smoothies die vind ik dan weer wel lekker. Behalve als het een smoothie van haring is. Die lus ik niet. Nee, die bestaat niet. Nou, die kunnen we maken. Bedankt. Ja, alles is te maken. Dankjewel. Je.
Goedemiddag, luister eens. Ik even jullie wat vragen, hè? Meneer. Eventjes begin ik even. Wat is uw naam? Ja, die kende jij wel, Brouwer. Ja, maar de voornaam gewoon niet meer. Tontje. Oh, Tontje. Tontje, want er is toch nog een Tontje dat met mij wil praten op de mat. Oh, ja. De andere met de sigaren. De andere Ton, die wil niks meer zeggen. Heeft het net nog over hoe gaat, hè? We hebben net aaien bij hem gehad. Ik zeg, Ton, dat zijn geen scharrelaaien, jongen. Want dat zijn nul. Hart tot nul is gekleed. Zit je nou? Ja! Oh, nee. Oh, Tontje, wat te niet zeggen, jongen. Ja. Zeg, even Tontje. Wat is ooit de grootste uitgave die je in je leven hebt gedaan? Ja. Een nieuwe auto kopen. Nee, een caravan. Oh. Een caravan. Vroeger. Ja? Een nieuwe auto. Ja, een nieuwe auto. Ja, maar een caravan was duurder. Oh nee, mijn huis. Mijn huis. Maar niet nieuwe vrouw, dat niet. Ja. Dat is ook duur. Die is dood, hè? Ja, maar dat vind ik daar heel vervelend om te horen, Toon. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar jouw vrouw leeft toch? Jazeker. Was dat niet een heel dure? Dat is, die is nog steeds duur, toch? Die heeft nooit gewerkt. Dus ik heb het altijd al eerlijk moeten verdienen, nul. Dus die heeft nooit gewerkt. Mijn vrouw werkt ook niet, denk ik, nou. Ja, die werkt. Mijn vrouw werkt keihard. Ja, oh, ik dacht dat hij. Ja, dan moet iemand met geld thuiskomen. Ja, maar Freddy heeft dat. Ik dacht, ik heb in de microfoon nog er geld mee verdiend, Ton. Zie je nou, dan houdt hij niks aan. Helemaal niks. Helemaal niks. Er gaat geld bij. Ik nog gewoon, nul. Wat doen we? Ik doe nog 3 dagen schilderen, hè? Bij mijn zoon, nou, hè? Ik heb het toch eerst altijd voor mijn eigen. Wil je nou andere zoon zingt toch ook? Nee, onze vriend Christian die is makelaar. Hè? Die is makelaar. En onze Freddy heeft mijn schildersbedrijf. Dus... Zo was het, ja. Dus ik werk er 3 dagen. Dus... En Toon, je zegt net, je bent weduwe. Hoe lang al? Weduwe. Ja, als die vrouw... Ik ben nooit getrouwd geweest. Maar ik ben wel... Je bent nooit... altijd 35 jaar geleefd. Ja, dan is het toch zo. Dan is het toch een klein beetje dat je weduwe na bent. Ja. Maar is de papierken toch niet zo heel belangrijk? Papierken is voor mij niet belangrijk. Nooit geweest. Is het. Wat bestaan jouw dagen dan uit? Want hoe lang is het geleden? Dat is nou 14 jaar geleden. En in 14 jaar... Geen andere vrouw, hè? Waarom doe je dan lachen nou? Nee. Ja, een nieuwe vriendin, Toon? Dat mag niet, jongen, dat mag niet. Echt hoor? Vertel eens. Is het een lakketje? Nee, ik heb niks, ja. Die heeft bij jou nog 14 dagen geleden stond te liegen. En jij zegt, ik heb niks. Nee, maar ik woon alleen in mijn huis. Ja, je kunt wel alleen wonen. Ik woon al op een relatie. Nou, eigenlijk ook nog niet. Nee, dat... Ik heb het idee dat ik zeg als je... Luister, als je 2 oude melks op de Bossenmaat spreekt, hè, dat is veel meer waard dan het Brabants Dagblad. Ik ben al 46 jaar getrouwd dan al. Ja, dat nog... wel, hè? Ja, maar dat is goed. Ik vind dat knap. Maar oud is een duvel, hè? Ja. Zijn oma zei altijd, ja, de duvel en zijn moer is oud, zei mijn oma. Welke oma zijn dat? Omaatje Heuvel, oom van de Heuvel. Ja. Nou, mannen. En oma Tony. Dat is mijn oma Roos. Die had weer andere uitspraken. Ik vind het zo goed, hè? Ja, die van het café van vroeger. Ja, die ken ik veel zo goed. Jouw opa is mijn oma, oma Nol, hè? Dat is ja, dus, oma. Ja, ja, we zijn een klein beetje familie. Ik heb jou die foto's nog gegeven tot die wierrende. Ja, klopt. Ja. Mooi. Die heb ik jou nog gegeven. Mooi. En ik heb nog wel oude foto's, hoor. Ik haal me daar aan, bijvoorbeeld. Waar was ik? De vrouwenjager. Nee, echt niet. Ik was gewoon heel... Versierde, dat kan... Zeg, meneer, wat doet u op de Bossenmarkt? Ik? Ja. Ik kom naar jou kijken. Nee, even zonder flauwekul, gewoon lekker aan het wandelen. Ja, gewoon rondlopen. Een beetje versier zo rond, alles bekijken. Waar komt u vandaan? Jansmaat. Ik? Ik kom uit Zeeland. Maar nu nog steeds of van geboorte? Nee, van geboorte. Ik woon hier al 40 jaar in een bos. Wat is het verschil tussen een Zeeuw en een Brabander? Een Brabander is goed gewillig. En de Zeeuw is stug. En is in die 40 jaar is dat veranderd bij u? Nee, blijft hetzelfde. Ik ben nog steeds een stugge mens.
Dat verandert niet. Doe mij nou eens een paar woordjes echt Zeeuws leren, dat ik dat kan gebruiken voor de toekomst. Wat is nou een mooi Zeeuws woordje? Een Zeeuws woordje? Weet je wat ik wel vind? Ik vind wel... Kiek, kiek, een kacheltje op de dik. Kiek, een kacheltje op de dik. Kiek, een kacheltje op de dik. Een mooie vrouw over de dijk. Oh, kiek, er loopt een kacheltje. Noemen ze een vrouw een kacheltje? Een kacheltje. Een kacheltje op de dik. Weet je wat ik wel vind? Hè? Ik vind wel dat een Zeeuw die zegt in heel veel gevallen altijd hoi achter zijn zin. Ik ga hem even kijken op de dik, hoi. Hoi, ja, ja. Of lijkt dat? Ze missen ook altijd, als ze iets zeggen, op een gegeven moment de eerste letter. Als, of doen, of dat vergeten ze elke keer. Oké. Okay. En dat is ja, typisch Belgisch, maar het is Zeeuws-Vlaanderen, ligt tegen de Belgische grens aan ongeveer. Hè. Wat is de reden dat u deze kant op bent gekomen? Een bosse vrouw leren kennen. Oh, en die heeft gewoon... Blijven hangen. Die heeft gewoon de vis net uitgegooid. Als ze in Zeeland kunnen, dan ken ik hier in Brabant ook. Of het een goeie varkentje was, maar dat is misschien de verkeerde voor. Maar ja, goed, de liefde heeft 40 jaar geleden... Het is zo gekomen, mijn broer is met haar zuster getrouwd. En ik ben op mijn broer met bruiloft haar ontmoet. Dus ja. Echt waar? Dat klikte zo, ja. Dus. Dat was even mazzel. Dat weet ik niet. Was liefde op het eerste gezicht? Jawel. Dat zou ik niet terugkomen. En van haar? Ja, ook. Ze hadden moeten wennen aan die Zeeuw. Nou, dat weet ik niet. Op de manier misschien. Zeeuwsopke. Zeeuwsopke. Een bolus, hè? Zeeuwse bolus. Ja. Zeeuwse bolus, hè? Of een bos met een bossenbol, hè? En het geluk is er nog steeds? Jawel. Ik ben niet van de jongste meer. Maar wat is nou het mooiste aan uw vrouw? En dat bedoel ik geen lichaamsdelen, maar gewoon qua karaktertrek. Ja, ook bij, hè? Ja, een mooie kont is natuurlijk wel belangrijk. Jongen. Als op het achterdek staat. Dan moet je een handdoek verhangen, hè? Oh, doe goed, het gaat er goed, hè, meneer. Zet hem op, hè? Ja. Zeeuws symbolus. Ze zal wel kijken, denk ik. Nou, doe ze dan de groeten. Ja, ik zal ze. Zeg, schatje. Schatje, kom eraan, hè? Niet vandaag. Nou, hij bedoelt eigenlijk, schatje, ik hou van jou. Niet vandaag. Maar hij komt eraan, maar niet vandaag. Die Zeeuws symbolus. Die twee zou ik in de stuurlijke passen. Nee, denk ik. Kijk eens even. Jouw kindje is ook niet meer zo mager, net als dat van mij. Maar ik ben aan het lijnen. Dat doe je het goed. Ja, dat doe ik ook een heel jaar lijnen. Lukt het niet dan? Nee, lukt niet, jongen. Oh, en waarom is dat stoeltje achterop? Voor mijn kleinkindjes. Oh, dat is lief, hè? Ja, lieve oma, hè? Wie zijn jouw kleinkindjes? Anne van Gelder, Taron van Gelder, Rohan van Gelder en Damien van Gelder. En zou maar zeggen, op de liefdesmeter van 1 tot 10, hoeveel houden van de jong? 11. Ja, is zo, 11. Nee, eerlijk waar? Eerlijk waar. Tot voorbij de wereld? Voorbij de wereld. Recht uit mijn hartje. Ja, je bent een lieve oma. Ik wil jou daar een kusje voor geven, dat mag wel, hè? Ik ben echt een lief omaatje. Heerlijk. Je hebt me een dag weer goed gemaakt. Nou, moest kijken. Alles weer gelukt, hoor. Houdoe. Houdoe. Ik sta hier nou even bij Mieke natuurlijk voor mijn kaas. Mieke, je staan hier een paar mensen. Even gewoon even kijken. Deze mevrouw, wanneer is die jarig? 8 oktober. Klopt. Nee. Ja, echt waar. Is het niet te geloven. En doet ze dan ook iets speciaals? Stuurt ze een bloemetje? Doet ze altijd. Dus, ja, ze is afgelopen jaren de meest gastvrije marktkoopvrouw van de Bosmarkt geworden. Ja, maar dat mag ook wel. Ja, hè? Hele lief, hè? Hele lieve, goede vrouw. Jullie komen helemaal speciaal uit Vught hier naartoe, ja, voor de kaas. Ja, trouwe kaas mensen. Je zit er wel te lachen. Ja. Mag ik bij jou van de week in de kinderboter aan mijn kaas komen eten? Dan mag ik even. Wat voor kaas wilde hebben, want dan kan ik het tegen. Jij hebt gewoon waarschijnlijk gewoon de 6. De 4. Nee. Of de Vivaldi? Nee, jonge kaas, de graskaas. De graskaas. Nou ja, dan, dat maakt niet uit. Ik eet het gewoon gelijk op. Je bent van harte welkom, jongen. Je weet waar ik woon. Ja. Dus, doen wij. Ik kom echt met de kamer langs. Dus dan gaan we even een boterham eten bij de familie Jans. Hartstikke leuk. Nou, fijne zaterdag nog, hè? Ja, hetzelfde. Twee keer per week, op woensdag en op zaterdag, staat er een nieuw fenomeen op de Bossenmarkt. Dat is het scheidpunt.
En dan moet je dat woord wel goed schrijven, want anders zit je er helemaal naast. Want dit is echt een heel goed iets. Hier ga je namelijk je producten, die heel veel mensen nog steeds in hun eigen Kriko vuilnisbak gooien, ga je scheiden van het andere afval. Dus kun je bepaalde zaken niet meer gebruiken, dan kun je dat op een verantwoorde manier weggooien. Het is eigenlijk een nieuw fenomeen. Het staat verspreid door Den Bosch. Ik zei al, op woensdag en op zaterdag op de Bossenmarkt. En ik ga even spieken op de donderdag op de Helftheuvelpassage van 7 tot 12. Op donderdag ook op de markt in Rosmalen van 12:30 tot 5. En op vrijdag op de Maas, op de Lokeren Passage van 7:00 ochtends tot 1:00. En die Bossenmarkt, daar staan ze dan van 10:00 tot 4:00. We gaan even van dichtbij bekijken wat het nou precies is. Brillen. Ja, je zou denken, die gooi ik eens eventjes lekker in de kliko. Maar dat moeten we niet doen. Want een bril is gemaakt van, in de meeste gevallen, een soort PVC-plastic-achtig en glas of van metaal. Die kun je hier helemaal in kwijt. Draad en stekkers kun je kwijt. Spaarlampen kun je kwijt. En printer cartridges kun je kwijt. Dus de cartridges die je normaal uit je computer haalt. Aan de achterkant zijn nog een aantal vakken, maar voordat ik daar naartoe loop wil ik even zeggen dat je hier niet moet komen met klein chemisch afval. Daarvoor moet je gewoon op het afvalstoffendienstpunt bij jou in de omgeving komen. En het mooie is dat je hier ook geen legitimatiebewijs nodig hebt om je producten te komen leveren. Het wordt eigenlijk steeds drukker. Mensen die hier naartoe zijn geweest, die het nut van het scheiden van afval inzien voor een beter milieu en een betere wereld, die zijn vandaag, ik heb net met de man gesproken die hierbij staat en die zei, er is een vrouw geweest die al 8 keer op en neer is komen fietsen. Aan de achterkant nog meer vakjes, die ik toch nog even snel laten zien. Het ziet hier aan de achterkant. Batterijen. Mobieltjes. Ja, ze liggen in de la. Frituurvet. Klein web. En dat betekent klein wit en bruin goed. Heb je een oude DVD-speler en die werkt niet meer of een wekkerradio, dan gooi je hem hierin. Ik ga eens even spieken. Dan zien we hier ook eigenlijk in liggen. Kijk, zie je? Er ligt een oude broodrooster ligt erin. Het wordt allemaal mooi verpakt en het kan straks heel simpel gescheiden worden. En het blik en metalen die we hierin terecht kunnen hebben. Ze staan hier op de doorgang Markstraat. Dus als je wil en je wil goed met het milieu bezig zijn, dan ga je naar het scheidpunt dat op verschillende plekken in Den Bosch staat. On my way to Rio, place where I wanna be. You know that I soon will leave. So don't try to make me stay. I'm on my way to Rio. I'm coming back someday. Don't you ask me why. Deze uitzending terug bekijken? Bekijk het terug op www.tv73.tv/gemist. No time for tears and sorrow. I'm going there tomorrow. I'm coming back someday. Don't you ask me why. Got to live a little longer. Don't you start to cry. Got to be a little stronger. Don't you ask me why. Got to live a little longer. Don't you start to cry. Vrouwke, we bent toch lekker aan het lakken? Ja, lekker hè? Niet normaal. Ik heb de tandjes niet in ziek. Nee. Ik kan er lekker op zuigen. Ja, toch? Ja, dat is toch zo? Hoeft er niet om te liegen. Weet, we gaan even een spelletje doen. Je moet even je handen op je rug doen. Handen op de rug. Ja. Eén hand. Kom maar. En dan moeten die lolly proberen te pakken te krijgen. Ja, kom op. Nou, get hem bijna. Het lukt wel. Kom, nog een. Ja, get hem bijna. Kom, pak hem. Ja. Nou, uit als troostprijs mannen een keer lekker aan sabbelen. Ja, nou, goed zo, dank je. Wat doen jullie in de mos? Wat jullie komen uit? Ramelsveer. Ja, wij vinden dit een mooie markt. Dus. Mooie markt, de mos is een mooie markt. Ja, zeker. Hier is echt een grote markt en ja, dat is bij ons in de buurt nergens. Nee, zo'n steltje boeren daar toch? Ja, nou dat hoor ik. Nee, dat is niet waar. Nee, het Veer is best een leuk gebied. Komen leuke zangertjes vandaan. Ja, dat bedoel ik hè. Dus wat dat betreft. Woersko? Ja, zeker. Alle 13 Janken? Ja, oh, ja. Ja, John Meijer? John Meijer, oké ja. Dennis? Dennis, ook al ja. Corrie Konings? Nee. Ja. Nee, maar die valt wel op Veerguis. Ja, dat is wel op Veerguis. Zeg, luister, waarom zitten we in een rolstoel?
Ja, toen zei hij het niet. Ja, ze heeft toen een beroerte gehad. En een beroerte gehad? Ja, ja. Nou, ja, en vandaar natuurlijk dat die hand niet goed werkt. Ja, doe de hand niet, hè? Dit is al waar je om is daar, ben je nou links of rechts? Rechts. Dus, rechts maar nou, als het links moet, dan moet de links likken. Ja. Je moet links likken. Doe het nog maar een keer. Ga er nog maar een keer met die lekkere tong over die lolly heen. Lik eens even lekker aan mijn lolly. Het was weer de Bossenmarkt van deze week, de Bossenmarkt. We hebben leuke gesprekken gehad. Nou, toch hooggeplaatste meneren. Voorzitters van de Dassendragers. Burgemeester van de Mortsel. Rurik. En we hadden hele leuke gesprekken met een Zeeuwse bolus. We hebben twee oude mannetjes gesproken die meer te vertellen hebben dan de gemiddelde krant. Als het om de roddel en achterklap gaat. We hebben gesproken met Ivo, die binnenkort te zien is in het programma In Bed Met. Het programma van Remco de Vaan. En dan gaat hij alles vertellen over de aankomstige het Bosse Levenslied en de Bosse Kermis. Jeetje, wat komt er zoveel voorbij in zo'n uitzending? Nou, heb jij ook iets te vertellen? Wil je iets aanmelden, wil je iets aankondigen? Laat het ons weten. Wij zorgen even voor een ontmoeting op de Bossenmarkt en dan kun jij jouw ding ook aankondigen. Wil je iets promoten? Ben je een artiest en je hebt een nieuw liedje gemaakt? Laat het ons weten. Dan kun je gewoon dat liedje eventjes mooi op de Bossenmarkt voor ons zingen, voor onze camera's. Kortom, veel Bossenmarkt. En ook weer, dat was hem, de Haringen en de biologieleraar. Die maakte deze uitzending weer helemaal compleet. Ik vond het leuk om te doen. Tot de volgende week, want dan zijn we er weer met de Bossenmarkt. Tot volgende week op de Bossenmarkt.